De 24-jarige Mal en de 23-jarige Jelissa hebben het spel Het Huis van Q van radiozender Q-Muziek gewonnen. Het stel mag daarom een jaar lang gratis wonen in Hartje Utrecht. Inmiddels hebben Amal en Jelissa de sleutels van het huis in bezit, maar voor het zover dat mochten ze afgelopen week verschillende uitdagingen voltooien. Daarin namen ze het op tegen andere stellen. Bij iedere opdracht was een sleutel te verdienen, waarvan één sleutel uiteindelijk op het huis paste. Amal en Jelissa hebben dus de juiste sleutels te pakken gekregen. Ook woensdagmiddag moesten zij, onder leiding van DJ Domien Verschuren, nog verschillende opdrachten uitvoeren. Terwijl het stel er alles aan deed om zoveel mogelijk sleutels te verdienen, stortten DJ's Mattie en Marike zich nog op de inrichting van het stulpje. Het huis van Q staat in het centrum van Utrecht, heeft twee slaapkamers en een dakterras op het zuiden. De actie was opgezet om starters die moeite hebben met het vinden van woonruimte een handje te helpen.